Dan, vol goede moed vertrokken Frans en Mariska Bauer een paar maanden geleden naar het land waar hun favoriete eten vandaan komt, China. En vanavond is dan de allerlaatste aflevering te zien van Frans Bauer in China. Het leven draait toch alleen maar om goed eten? Ja. Vind ik wel. In het beloofde land van de Babi Pangang, de Chap Choi en de Fuyonghai verwachten Frans en Mariska niks anders dan een koningsmaaltijd. Maar dat valt vies tegen. Niks op de kaart wat ik herken. Mijn bami is anders. Het is niet te geloven. Zo, de jullie. Kom, loop even om de hoek. Dan gooien we het daar weg. De man staat te kijken. Wat is dat jo wat ze er nu uithaalt? Varkensdarmen. Varkensdarmen? Ja. Gadverdamme. Wil je dat proeven? Nee. De Brabanders dompelen zich ook onder in de Chinese cultuur. Draken, kung-fu vechten en natuurlijk Chinees vuurwerk. I like the pang 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 pang. Pang 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 pang. Ik neem deze. A lot of pang 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 pang. Do it, pang pang pang. Frans, je staat er dichtbij. China mag dan wel dik 7000 kilometer van Feyenoord liggen. Frans is echt wereldberoemd. Je bent Kim uit? Noord-Brabant. Kim uit Noord-Brabant kom ik hier tegen. Ja, ja. Heb je even voor mij? Ja. Maak wat tijd voor me vrij. Zeg me wat ik moet doen, want ik wacht op die zoen. Kom vanavond bij mij. Oh, hey. Yo. Schitterend, die twee culturen bij elkaar. Het was een hele bijzondere trip voor jullie allebei. Vanavond de allerlaatste aflevering al. Ja. Met een heel bijzonder einde. Heel bijzonder einde. Ik mag zeggen, ja, voor ons zeker. We gaan trouwen. Op zijn Chinees. Jullie waren al getrouwd. Getrouwd en nu gaan we voor de tweede keer geven elkaar het ja-woord. En waarom, Frans? Nou ja, waarom? Op een gegeven moment ga je kijken van wat wil je allemaal er laten zien en wat vind je leuk. Toen kwamen we in de gids tegen dat je traditioneel Chinees kon trouwen. Ja. En dat is eigenlijk alleen maar weggelegd voor de Chinezen zelf. En dat hebben we gedaan. Sorry, dan moet ik lachen. Want een onderdeel van het traditioneel trouwen is, is dat je de bruid een stukje op je rug tilt. Ja. Maak alsjeblieft het verhaal af, want ik kom er niet uit van het raam. De Chinese man die weet ook niet met wie hij gaat trouwen. Dus hij heeft zijn vrouw zelf ook niet uitgezocht. Daarom hebben ze een soort theedoek over je hoofd dan. Theedoek. Zoiets. Ja. Rood doekje. En dan moet de man door het hele dorp heen tillen. Omdat op de rug? De vrouw op de rug. Ja. De vrouw mag absoluut de grond niet raken, omdat dat dan weer ongeluk zou brengen. En dit heeft Frans grond niet geraakt. Ik heb de grond absoluut dit niet geraakt. Dit heeft Frans ook bij jou. Heeft Frans ook gedaan, 2,5 kilometer lang. 2,5 kilometer? Ja, zoiets. 2,5 toch kilometer. En dan moet hij je neerzetten? En dan moet je me neerzetten. Op en dan een moet bed? Dan moet ik over een paardenzadel met een appel stappen en een bak met vuur. Ja. En dan ga je trouwen. En dan zeg je ja in het Chinees. En dan, ja, zoiets. En daarna moet je dan naar de huwelijksnacht en dat mag hij vertellen. Ja, goed, dan heb je dus uit de kelk gedronken. En dan ga je je vrouw weer op je rug zetten. En dan draag jij weer, zeg maar zo, het dorpje door. Dus op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik gooi me eens een beetje leuk op het bed. Ja, tuurlijk. Wat je denkt, nou, je bent net getrouwd, vrolijk. Dus, hebben we daar beeld van? Bed, ja, en dan? Ik gooi haar dus in een soort judo-worp op het bed. Maar ik had nooit gedacht dat het een houten plank was. Dus Maris heeft daar een aantal Chinese doktoren bezocht. Dat omdat stuit. Haar stuitje was een beetje ontwikkeld. Daar heb jij tot op de dag van vandaag last van, heb ik me laten vertellen. Daar heb ik nog wel een beetje last van. Dus dat traditionele huwelijk werd bijna een traditionele scheiding? Of, Nee, dat was niet. Jankend einde. We mogen heel even kijken naar een klein voorproefje van vanavond. Is het goed? Am I looking okay? I'm ready. Where's Mariska? Well, your bride is behind you, and when you meet her, and you have to carry her on your back. Carry her. Yeah. So you can meet her right now. Frans, ik wil het ook nog even weten. Net traditioneel Chinees eten of hier in Nederland, is een wereld van verschil. Ja, wat vind jij lekkerder? Ja, gewoon mijn eigen Chineesje. Mooi, dat komt goed uit. Heb je weer voor me meegenomen? Kijk eens. Maar in welk land zou je nog eens hierna nog eens willen aandoen? Oh ja, dat zijn zoveel onbekende landen. Noem eens eentje.
Brazilië. Brazil. Ik zou graag naar Rusland willen. Oh, de bouwers in Brazilië. De bouwers in Brazilië. Het allieert ook. Ah, ik vind Rusland. Rusland. We gaan het hier nog uitgebreid over hebben. U kunt vanavond kijken naar de allerlaatste aflevering van Frans Bauer in China. 9:45 NPO 1. Dank voor het kijken. Straks het nieuws met Meike de Jong en Peter van Zadelen. Download onze app voor een overzicht van alle mollenstreken van de afgelopen seizoen. Nog een hele fijne...